Goedemiddag, welkom bij wederom een lijfverzichting van een tweemakelaars. Beetje regenachtig weer, maar dat mag de pret niet drukken. We hebben een leuk appartement, voor starters een instapklaar appartement. Aan de Van Dishoekstraat, we staan hier aan de binnentuin, het hofje, op de eerste verdieping. Dus je hebt eigenlijk een mooie raampartij met een mooi zicht op de binnentuin. Voor de rest is het een hartstikke leuk kant-en-klaar appartement. Als je wat ouder bent of moeilijker ter been, er zit ook een lift in. Dus je kunt met de lift naar de eerste verdieping, dat is ook wel een voordeel. We gaan het maar eens bekijken. Ik neem jullie graag mee naar de eerste verdieping. Hallo, welkom op de verdieping. Komt u binnen. Nou, we hebben hier een kleine hal, er staan wat spullen vanwege de aanstaande verhuizing. Als u hier binnenkomt in de woonkamer, valt eigenlijk wel gelijk op dat het een hele leuke lichte zithoek is. Je ziet de raampartijen verspringen wat, ontzettend leuk en speels effect. Nou, je ziet hier heb je een hartstikke leuke zithoek, televisie, bank. En hier heb je de binnentuin van, waar je op kan kijken. Soms kun je natuurlijk nog lekker daar buiten zitten met de buren. Hartstikke leuk. Nou, het is ook gezellig ingericht. Mooie laminaatvloer zoals je ziet in een houtkleur. Nou, als je dan dicht richting de keuken komt, heb je hier een perfecte ruimte voor de eethoek te zetten. De keuken is half open, dus je houdt toch contact met de woonkamer, maar toch is het afgescheiden. Als er nog wat spulletjes op de aarde staat, is geen probleem. Je ziet een mooie combinatie van een lichte keuken, lichte kastjes, met een wat donkerder blad. Nou, er zit ook apparatuur in, oven, kookplaat, vaatwasser, afzuigkap, losse magnetron staat hier dan. En een prachtige kleurcombinatie, dus een complete luxe keuken. Dan gaan we verder naar de slaapvertrekken. Dan hebben we eerst nog een compacte badkamer. Staat de wasmachine ook. Gewoon een goede douche, toilet, wastafel en alles in een lichte kleurstelling. Ik was iets te vroeg met het toilet te benoemen, maar dat bevindt zich hier. Dat is met een bewegingsmelder, altijd handig. Hier zie je het toilet, zelfde kleurstelling. Gewoon heel netjes. En dan bevinden we zich aan de achterzijde van het complex twee slaapkamers. Dit is de kleinste. Wordt dan natuurlijk inderdaad vaak gebruikt als kastenkamer. Kan ook een werkkamer zijn als je thuis werkt. En hier is aan de achterzijde nog een balkon. Heb je met name de ochtendzon. Daar heb je het kantoor van de Schelde. Aan de achterzijde. Het ligt natuurlijk grens hier echt aan de nieuwe wijk het Schelde kwartier. Je wandelt binnen een paar minuten naar de Groene Boulevard. En de hele nieuwe wijk het Schelde kwartier. Dit is de master bedroom, de oude slaapkamer. Je ziet gewoon keurig netjes, lekker ruim. Leuke kleurtjes ook. Voldoende licht. Nou, we lopen toch even terug naar de woonkamer. Het is uiteraard het gezelligste en leukste deel van het huis. Het is redelijk instapklaar met een luxe keuken. Badkamer is ook gewoon netjes. Je ziet een hele leuke, gezellige woonkamer. Een leuke plek, vlakbij het centrum. Ook dichtbij de Nieuwe Wijk het Schelde kwartier. Voor de rest lekker rustig. Zo'n compacte, gezellige binnentuin. Dus heeft u interesse in dit appartement, neem dan contact op met ons kantoor.